gezien. Alleen de bladzijde is al kleiner. Maar, ja, maar dat is natuurlijk dat befaamde het tweede boek, hè? Daar zie ik helemaal niet tegenop. Nee. Nee, dat is het gevoel is, ken ik eigenlijk niet. Ik ben niet bang of zo voor het tweede boek. Nee. Ja, dat wordt natuurlijk. Kijk, dat eerste boek dat kent niemand je nog. En dan zeggen ze: wauw, wat een verrassing, wat een goed boek, wat een goede schrijver. En bij de tweede hebben ze gewoon een bepaalde verwachting. Oh, zo, ja. Je moet er gewoon voor zorgen dat het tweede boek beter is dan het eerste. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Ga je nog. Maar ze komen werken ook, hè? Ik bedoel. Ja. Je moet wel doorboeien in je baan. Precies, en je kan nu gewoon in alle luwte kan je dat doen. In de financiële luwte kan je dat boek schrijven. Dat is het grote verschil. Ja, maar toen. Nou, weet ik niet eens, want toen had ik geen geld, toen gaf ik ook niks uit. Toen had ik geen tijd voor. Je at ook niet. Ik at wel. Ja. Ja, ik at wel, maar dat was niet zo duur. Heel weinig, heel vies eten. Nou ja, smak met. Smak. Macaroni. Nee, een smak. Weet je wat smak is? Een beetje zo'n smak. Vier lang smak met macaroni, mensen. Echt waar. Nou, dat is nog eens lijden voor je schrijverschap. En dat boek wel. Ja. 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 Daar ga ik altijd aan toe. Ja. Leuk. Dat vind ik leuk. Een dolle boek. Goed, we moeten gewoon geduldig afwachten tot het tweede boek van Peter Buwalda komt. Dankjewel. Fijn dat je hier toch kwam. Ook al had je eigenlijk helemaal geen zin meer om erover te praten. Nou. Maar we hebben het nu gewoon over het schrijverschap gehad. Dat heb ik nooit gezegd. Nee, je had iets van. Ik snap het ook wel. Dat je denkt, ja, hoe lang moet ik hier nog over praten? Dat is ook een beetje over jezelf praten. Ja. Ja. Ja, het is gewoon. Als u het nog niet gelezen heeft, dan zou ik zeggen, nou, wat te doen. Het is hartstikke. Ik zit daar. U zit daar. Ja, dat is een hele grote stapel. Ik heb het namelijk een goed gevoel dat u voor hem komt in plaats van voor Nico Dijkstra. Ja. Oké, afgesproken. Goed, ik dank u wel voor uw aandacht. Ja. Goed, dit was mijn laatste schrijver. Ik heb 8 schrijvers geïnterviewd. Is er iemand die bij alle 8 aanwezig is gebleven? Dus ik heb allemaal andere mensen aan het begin. Nou, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ik ben begonnen met Geert Max. En nou ja, u weet het zelf wel. Hartstikke leuk dat u hier was, dat u hebt geluisterd. En ik hoop dat u nog heel veel boeken gaat kopen naar de schrijvers. Ik ga er ook zo meteen eventjes kijken. En nog heel veel plezier in de Boekenweek. Zeker de Boekenweek geschenk lezen. En gewoon, de literatuur moet toch een beetje aan de gang houden met z'n allen. Dus aan u zal het waarschijnlijk niet liggen. Dank u wel.